Na het succes van voorgaande jaren organiseerde Sport en Welzijn wederom een tijdelijke schaatsbaan op het Koningsplein hier in Ridderkerk. Een maand lang werden 7 dagen in de week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat geschaatst. Vaste succesnummers zoals het schoolschaatsen waren weer opgenomen in de programmering. Toch van de gezellige wintersfeer te willen proeven, maar niet per se te hoeven schaatsen, was er ook een fraai kijkersterras gebouwd. Hoe gaat het tot dusver? Het gaat hartstikke goed. Ridderkerk schaatst is na 1 week opening een groot succes. We hebben al richting de 3000 bezoekers gehad. Elke dag komen diverse basisscholen, middelbare scholen. En zoals je ziet, ook tijdens het vrije schaatsen weten burgers van Ridderkerk en omstreken ons te vinden. Wat is eigenlijk, of is dat dan nog niet te zeggen, het succesnummer van dit evenement Ridderkerk schaatst? Ja, het draait eigenlijk allemaal om ontmoeting, Arjan. Mensen in de Ridderkerk vinden het gewoon leuk om elkaar te ontmoeten, mensen in het algemeen. En als er iets moois wordt neergezet, een evenement in Ridderkerk, zie je gewoon dat de burgers daar heel goed op reageren. Daarnaast heb je ook best wel heel veel vrijwilligers hier bezig rondom dit project, om dit allemaal mede mogelijk te maken. Ja, Sport en Welzijn kan zo'n groot evenement niet alleen mogelijk maken. Niet in het aantal openingsuren en crewmembers, zeg maar, om toezicht te houden en het onderhoud van de baan, kassa.
We hebben 317 openingsuren. We werken gemiddeld met 6 tot 8 mensen per uur. We werken in ploegen. Dus we hebben mensen van SNW zelf. We werken met stagiaires in het onderwijs. We werken met maatschappelijke stages. En ja, vrijwilligers zijn gewoon onmisbaar. We hebben minstens zo'n 100 mensen die gewoon belangeloos hier wat uurtjes doorbrengen. We zien ook dat alle schaatsers met handschoenen zeg maar rondrijden. Is dat verplicht? Ja, we hebben dat later deze week verplicht gesteld op advies van de EHBO-vereniging. Mensen, we hadden dus wat snijwondjes als mensen ter val komen of kinderen en er wordt overheen geschaatst. Ja, dan is dat gewoon, levert gewoon ongelukken op. Dus het is gewoon veel veiliger om handschoenen te dragen. Dus dan vanaf nu is dat gewoon zeg maar verplicht. Dan de technische aspecten aan dit fenomeen. Want ja, het is prachtig om zo'n ijsvloer te hebben. Maar hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Ja, dat doen we deels zelf. Ik ben heel erg trots om te melden dat dit jaar een aantal collega's hebben de cursus IJsmeester gevolgd bij IJsWorld. IJsWorld is de technische leverancier van het ijs. Je moet het eigenlijk zien als een soort vloerverwarming. Zo ziet het er ook uit. Het wordt neergelegd. Alleen in plaats van warm water gaat er dus cryogel in. En dat wordt gekoeld door een chiller. En de techniek staat hier aan de zijkant wat uit zicht. En dadelijk als het schaatsfestijn weer afgelopen is, dan pompen we warm water in als de vloerverwarming en dan smelt het ijs weer weg. Schaatsen is leuk. We hopen dat het volgend jaar weer mag. Naast het feit dat heel veel vrijwilligers bezig zijn met Ridderkerk Schaats 2013, heb je ook heel veel sponsors betrokken bij dit project. Ja, dat klopt. Het Ridderkerkse bedrijfsleven is zeer maatschappelijk betrokken bij haar eigen gemeente. En ik ben zeer trots om te melden dat we voor het eerst wel zo'n 55 bedrijven hebben die zich op welke wijze ook het zijn natuur of in geld, ja, hebben verbonden aan dit evenement en graag zichtbaar willen zijn of onzichtbaar en gewoon achter de schermen willen meewerken. Ja, financieel is het echt zonder het bedrijfsleven absoluut niet haalbaar. Ik vind het heel belangrijk als Ridderkerkse ondernemers gewoon voor de kerk is waar je bijdragen. En als wij als Spartaan Security Ridderkerkse ondernemers, dat doen we gewoon al 5 jaar. Op vrijdag 20 december werd bij de schaatsbaan op het Koningsplein een grandioze feestavond georganiseerd. Sport en Welzijn was blij dat ook deze editie dankzij sponsoring van diverse bedrijven een mooie feestavond neergezet kon worden. Daarbij was ook het schaatsen een belangrijk onderdeel van het feestprogramma. Laura Ponticorvo was de eerste die de feestavond opende. Laura werd dit jaar tweede bij Sterrendansen op het IJs van SBS6 en is vooral bekend geworden door haar deelname aan het televisieprogramma Mijn vieze, vette, vervelende verloofde. Niet alleen de feestavond werd een groot succes, maar ook de schaatsbaan trok jong en oud van Ridderkerk naar het Koningsplein. Er werd massaal gebruik gemaakt van de gelegenheid om te schaatsen.
kunnen al bijvoorbeeld stellen dat Ridderkerk Schaats 2013 een succes is geworden. Ja, dat is zeker een succes. En misschien moeten we in de toekomst wel denken of we Ridderkerk ervoor moeten laten. Want we zien ook ontzettend veel scholen en bezoekers uit Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Prettige kerst!